De winderige Broekpolder in Vlaardingen is dit weekend marineblauw. Meet the Marines houdt er een 24-uurs bootcamp waar zo'n 300 mensen aan meedoen. Fysiek en mentaal je grenzen opzoeken. De blauwe bikkels zijn al druk bezig. Nou, eigenlijk zetten we hier gewoon een heel bivak neer. Een heel zelfstandig werkend dorp. Dus we hebben twee gedeeltes. Eén waar de deelnemers zich verblijven en de andere waar eigenlijk het hele kampement staat. Waarbij we deelnemers die sportief zijn laten ervaren wat het is om in de wereld van de mariniers te begeven. De bootcamp is niet voor watjes. Nou, het is wel de bedoeling dat ze hun grenzen verleggen. Kijk, uiteindelijk willen we dat iedereen de eindstreep haalt. Daar zorgen we ook voor. We zeggen altijd, we leave no man behind, we laten niemand achter. Maar ze moeten wel hun uiterste best gaan doen. En ze moeten net een stapje verder gaan dan ze normaal gewend zijn. Dit weekend steunen wij het team van Invictus Nederland. Die hebben we uitgenodigd en die mogen vrij deelnemen aan dit evenement. En dat zijn mensen met een fysieke of geestelijke beperking die ze opgelopen hebben tijdens hun militaire dienst. Zou je ook kunnen zeggen dat Vlaardingen het komend weekend 24 uur hartstikke veilig is met jullie hier aanwezig? Nou, in ieder geval de Broekpolder. De rest kan ik niet zeggen, maar we verblijven hier vanaf dit moment tot en met maandagochtend verblijven hier. En wij bewaken dit gebied. Konijnen jagen om vanavond het diner te doen of een fazant? Nou ja, het gemak dient de mens. Dus ik denk dat het misschien wel blauwe hap wordt die we laten bezorgen. Nou ja, konijntje meer of minder in de Broekpolder maakt ook niet uit, denk ik.